Voordat wij hier naar beneden gaan, gaan wij eerst nog even terug naar twee plaatsen waar wij nog niet helemaal zijn geweest. Beginnend bij de Valley of Despair, waar wij het beeldje, daar hadden we twee dingen in gedaan en toen is er een enorme deur open gegaan. Ik ben er toen ingelopen, toen dacht ik, het is een shortcut naar een plek waar we al zijn geweest. Maar dat wist ik niet zeker. En nu denk ik, ga gewoon even kijken. Ga gewoon even kijken, dat was hier links. Dat beeldje heb ik gebruikt. Deze deur is geopend. Maar waar komt dit eigenlijk uit? Dat is de vraag. Standbeelden, standbeelden, dat is een grote man. Hier links is iets. Ik kan hier omhoog. Ja, dat is een deur. Kan ook open. Oh, dan ben ik hier waar ik die Second Sun had verslagen. Oh ja. Dat is dan inderdaad een shortcut. Wat is hier dan verder naar beneden? Een grote man. Hele grote man. Even invriezen en meppen. Baas. Goeie dodge en meppen. Huppakee. Hier is een vijand ingespannen. Kleine weasels. Kleine weasels. Oh, nog één. Ja. Aanpak. Nog één. Kleine beestjes hier in de tussenstukken. Wat is hier? Hier zitten weer een paar van die zombies. Hier is een open kist. Dus daar zit niks in. Oké. Dan gaan we hier even die brug over, waar we die man net hebben aangepakt. De bruggen die gaan altijd ergens naartoe, hè. Bruggen gaan altijd ergens naartoe. Hé, hey, is dat een HP-fles? Of een boom die mijn flesjes beter maakt? Daar lijkt het op, ja. Gore I thou is. Gore I thou is. Een mini-boss. Het schiet met bloed. Bam. Kijk hem gaan. Deze transformation. Goede transformation, die nieuwe. Wat? Hier. Gore I Daoist. Aangepakt. Ik kan hem ook oprapen. Als summon misschien. Ja, een spirit. En fruit om mijn flessen te verbeteren. Zie je nog meer? Zie je nog een vijand? En dit is ook een vijand. Wat? Oh.
ben gepoisoned. Ik heb hem gekild. Maar hij had mij wel gepoisoned. Dat is gevaarlijk. Hier gouden lichtjes. Gouden lichtjes betekent save point. Dit is de brug waar ik vandaan ben gekomen. Hier kan ik dan nog heen. Ja, gouden lichtjes. Daar op die brug is een save point inderdaad. Waar ik dan toch nog niet ben geweest. En dan is daar ook weer zo'n standbeeldje. Dan is daar toch ook weer zo'n standbeeldje. Dan gaan we hier eventjes een skillpoint verdelen. Want ik heb die bos verslagen. Kunnen we even kijken. Reduced stamina cost. Lijkt me goed. Increased maximum stamina is ook handig. Dit hebben we niet per se nodig. Dit gebruiken we niet. Hoe zitten we hier? Die stances gebruiken we ook niet zoveel. Hè? Increased damage. Oké. Doet extra damage. Immobilize. Daar moet ik level 45 voor worden. Dit gebruik ik niet zoveel. Dit heb ik ook nog niet zoveel gebruikt. En dit zijn de upgrades. Each talent level moderately increases the damage of the next attack after a perfect dodge. Maar dat is dan... Is dat dan überhaupt? Of is dat tijdens een transformation? Dat weet ik niet. Dus laten we gewoon hier blijven. Increase defense. Increase maximum mana. Ja, daar wil ik naartoe. Dat is 2 punten per ding. 2 punten per ding. Gooi ik hem voor nu wel even in stamina. Dan gaan we hier rusten. Want we hebben een mini-boss verslagen. Dan gaan we deze video beëindigen voordat we verder gaan lopen. Dan zien we jullie graag weer in de volgende. Joejoe.